hoogte van Burgseweg 76 een paar prachtige rentenierswoningen, zoals ze dat noemden, die dateren uit de jaren 30 en die onlangs mooi zijn gerestaureerd. De hoge heren van het dorp, ze zijn nu oud. In stilte slijten zij er nu nog slechts een jaren. Met de herinnering die zij nu nog bewaren. De Zonne, een prachtige woning, weer uit de jaren 30. Hier woonde de familie van Waveren, die hier in de vorige eeuw aan bollencultuur kwamen doen. De achterliggende gronden aan de molenweg werden daarvoor gebruikt. Een schitterend gebied. En u kunt zich wel voorstellen hoe mooi dat was in deze jaren. Ook de Villa Zomerzorg hoort aan de familie van Waveren, de Bollenkoningen.